geweldig, zie ik vanuit deze hoek. Lieve mensen, welkom. Welkom in Oriënto. Oriënto is het laatste product, denk ik, van de vernieuwingsdrang die wij hier hebben bij de Hotels van Oranje. We houden van vernieuwen. We houden van nieuwe dingen uitproberen en vooral ook om ons product steeds meer op de dag van vandaag te laten aansluiten. Azië gaat dus verder dan alleen maar Thailand. En Oriënto heeft een kaart die geïnspireerd is op de herinneringen en de ontdekkingen van die Traveling Dutchman. De smaken, de geuren, de belevenis, maar dan vooral culinair gezien, die je van Thailand, Vietnam, Cambodja naar Nederland hebben kunnen. Ik hoop dat jullie daar allemaal in de toekomst een keertje gebruik van willen maken, komen kijken en dat de nieuwsgierigheid hier in dit totaal vernieuwde restaurant door jullie dan beloond kan worden met een fijne avond en een hele leuke en culinaire reis door Azië. Maar was geluk. En waarom geluk? Nou ja, we hadden eigenlijk nummer 13 willen overslaan. Ik had zoiets van, nou, we hopen lekker van 12 naar 14, lekker veilig. Maar ja, goed, toen zei een aantal mensen van, joh, dan maak je er toch lekker geluk van. Dan kan het niet fout gaan. En op de eerste plaats, ook weer een nieuwkomer, Dylan. Dank van Dutch. Even, nog eentje. Emma, dinner and drinks nummer 1. Dankjewel. Hier komt Stephanie van der Wiel. Laatste stukje maar te goed. Leuk dat je hier bent. Stephanie, ja, heel veel mensen vragen zich af van ja, wat heeft Jimmy Nelson nou met Noordwijk te maken? Zoals jullie misschien net al in het filmpje zagen, zijn wij op zoek naar de laatste inheemse stammen die er nog op deze wereld bestaan. Dat zijn er nog heel veel, maar ze verdwijnen ook heel snel. Ik denk binnen 100 jaar draagt iedereen een t-shirt, jeans en heeft iedereen een smartphone. We zien dat al heel snel veranderen. Zelfs bij de meest afgelegen gebieden hebben sommige mensen al een telefoon. Dus wij proberen in heel rap tempo iedereen zo snel mogelijk op een zo mooi mogelijke manier vast te leggen. Door middel van film, fotografie, ik doe ook interviews en ik schrijf verhalen. Dus in tegenstelling tot het eerste boek wat alleen fotografie was, zal het tweede boek veel meer lagen hebben. En wij willen dus eigenlijk het bewustzijn creëren bij de mens, kijken hoe belangrijk deze mensen zijn. Heel